Goedemiddag, dames en heren, en welkom bij Room for Discussion. De coronacrisis houdt de hele wereld in zijn greep sinds maart. En hoewel het publieke debat voornamelijk over de medische impact van het virus draait, zijn er meer aspecten aan het coronaslagveld verbonden. De staatsschuld gaat omhoog, werkloosheid neemt toe en jongeren komen in een nog wankelijker positie te staan als ze straks de arbeidsmarkt binnenkomen. Vandaag interviewen we professor economie en directievoorzitter van Rabobank Amsterdam, Barbara Baarsma, over de economische schade van de coronacrisis en welke effecten dit op jongeren heeft op lange termijn. Hartelijk dank voor uw komst, Barbara Baarsma. U heeft een breed scala aan functies bekleed in uw carrière tot nu toe. Bij veel functies kunnen we zeker wat voorstellen. Professor Economie aan de UvA, directievoorzitter van de Rabobank, actief bij de Nederlandse Bank. Wat doet u allemaal op dit moment? Zou u daar iets meer over kunnen vertellen? Nou, ik heb een enorm rijk leven, een enorm rijk werkleven, ook trouwens een privéleven, maar dat terzijde. Ik heb drie takken van sport, zo zou ik het samenvatten. Ik ben bankier en dus dienaar van de reële economie. En de reële economie, moet je weten, is mijn passie, is mijn hobby en die mag ik dus als bankier bedienen. Daarnaast als hoogleraar mag ik hem onderzoeken, duiden, bestuderen. En daartussenin zit het maatschappelijk middenveld. Daar zitten nevenfuncties, zoals je net al zei, bij de bankraad van DNB. Daar zit de monitoringcommissie Corporate Governance, Nederlands Comité voor Ondernemerschap, nou nog zo'n lijstje. En daar mag ik nadenken over instituties voor de reële economie. Dus de arbeidsmarkt, zorg, rechtspraak, onderwijs enzovoort. En hoe we die instituties, die wet en regelgeving, onze onderlinge afspraken zo kunnen vormgeven dat die reële economie ook zo goed mogelijk werkt. Dus een rijk leven. Van drie perspectieven mag ik de reële economie bekijken. Ja, u heeft ook afgelopen tijd bent u heel veel bij talkshows geweest. En u heeft daar ook vooral gesproken over de positie van jongeren tijdens de pandemie. Bent u door deze functies ook zo geïnteresseerd geraakt in de positie van jongeren op dit moment? Nou, het is niet zozeer dat ik geïnteresseerd ben geraakt daarin. Waar ik als econoom, hè, heel vaak wordt, dat weten jullie ook als studenten bijna economie, of als bijna afgestudeerde in economie, wordt heel vaak gedacht dat je het hebt over koopkracht. Dat je het hebt over materiële welvaart. Terwijl economie is een wetenschap die gaat over de verdeling van schaarse alternatief aanwendbare middelen. Dus het is een verdelingswetenschap. Het gaat over het verdelen van schaarse middelen en over verschillende productiemogelijkheden en consumptiemogelijkheden. Met maar één doel. En in dat opzicht zijn economen wereldverbeteraars. Namelijk om ons collectief geluk zo groot mogelijk te maken. Dus mij is met de paplepel als econoom ingegoten om mij daarvoor in te spannen. En jongeren hebben nog een enorme toekomst voor zich. Dus daar is nog zoveel aan te sleutelen vanuit instituties, maar ook vanuit die andere rollen, om hun geluk zo groot mogelijk te maken. En daar komt dan bij dat jongeren gewoon een penibele situatie hebben in heel veel van de verschillende markten, instituties, zo je wilt. En daarom span ik mij daarvoor in. Daar is nog veel te verbeteren. Ja, dat is zeker waar. En dat is eigenlijk ook iets waar we nu iets dieper op in willen gaan. Zoals je al zei, wij zijn beide studenten. En voor ons, net als voor vele van onze leeftijdsgenoten, is de pandemie hakt er nogal in. Ik ben bijvoorbeeld mijn baan verloren, maar dit zijn niet de enige korte termijn effecten waar jongeren op dit moment last van hebben. Wat zijn volgens u de korte termijn effecten geweest waar de jongeren in economisch opzicht het meest te lijden hebben gehad na de eerste lockdown? Nou, jullie kunnen dat zelf het best beoordelen, maar wat ik aan geluiden van studenten, maar ook van vrienden van mijn zonen die ook studeren, te horen heb gekregen is: velen verloren hun nevenbaan. Daardoor hadden ze minder inkomsten en moesten hun zwaar bevochten plekje op de Amsterdamse woningmarkt opgeven en weer inruilen voor die kamer thuis. Nou, dat is niet goed voor je welbevinden, voor je geluk, zou ik maar zeggen. Dus dat soort effecten heeft. Het heeft effecten op het rendement op je onderwijs. Dat werd ineens afstandsonderwijs. Je scripties schrijven zonder dat je kunt met je docent echt één op één van gedachten kunt wisselen. Niet virtueel, niet tweedimensionaal, maar gewoon driedimensionaal. Dat doet iets met de kwaliteit van het onderwijs, met de kwaliteit van je begeleiding. Dat leidt tot studieachterstand, dat leidt mogelijk tot extra studieschuld. Het leidt tot stress.
Het leidt gewoon. Daarnaast heb je niet wat je normaal hebt, die uitlaatklep in het uitgaansleven, waar je mensen ontmoet, waar je relativeringsvermogen aanzet, maar ook waar je een rijkere denkwereld krijgt, omdat je eens iemand spreekt die je aanzet om een boek te lezen, om naar een toneelvoorstelling te gaan of gewoon, weet ik veel, iets heel anders te doen. Dat sociale contact dat normaal je stress wel in perspectief kan zetten, valt nu weg. Met andere woorden, grote korte termijn effecten voor met name jongeren die ruimte om zich te ontwikkelen, driedimensionaal, ook veel meer nodig hebben dan bijvoorbeeld iemand zoals ik van 50. Die een structuur in hun baan hebben. Die gewoon een geregeld leven hebben waarin, oké, de jus over mijn leven valt echt wel weg. Ik vind ook beren saai en ik voel me een robot. Maar weet je, dat is veel makkelijker voor mij dan het voor jullie is. Ja, dat vonden wij allebei ook een prachtige uitspraak. De jus van het leven is een beetje weggevallen. Maar nou, voor jullie meer dan dat. Ook de aardappels en het vlees. Ja, dat is zeker waar. Maar zou je dan het ermee eens zijn als ik zeg dat de sociale effecten op korte termijn vooral de meeste impact hebben gehad en de economische effecten niet zozeer op jongeren? Nou kijk, voor sommigen is dat inkomen echt wel het wegvallen van een inkomen en een plek op de woningmarkt, dat zou je sociaal kunnen noemen, maar heeft ook economische repercussies. Een studieachterstand heeft ook economische repercussies. Het feit dat je minder echt leert van je studie, ja, je haalt dat tentamen wel. Ja. Maar dat tentamen, dat is nu veel meer kennis stampen in plaats van inzicht vergroten, vaardigheden vergroten. Omdat je niet meer in een collegezaal. Ik bedoel, ik ook als docent, als hoogleraar. Voor mij is onderwijs geven, is co-productie met jullie. Door jullie slimme vragen wordt mijn college beter. En dat mis ik als ik in een scherm vol kleine flikkerende schermpjes zit. Dus het rendement op jullie onderwijs is veel minder groot. En nog een decennium zal jullie dat op de arbeidsmarkt achtervolgen. Omdat 1, je baankans minder groot is straks na afstuderen. Omdat je dan in een recessie de arbeidsmarkt opgaat. En 2, je hebt gewoon minder vaardigheden geleerd. En dat gaat, je hebt minder mogelijkheden om nu stage te lopen. Om alvast een baan erbij te hebben waarin je studieresultaten kunt gebruiken. Of kunt toetsen en verder aanscherpen. En dat maakt dat je jarenlang loonachterstand zal hebben ten opzichte van een situatie waarin er geen pandemie was geweest. Ja, u gaf net al inderdaad aan dat we nog een decennium of decennia zelfs hier last van zullen nou, hebben. Nou, decennium zei ik. Op dit punt decennia van wat anders. Kunnen we het al over hebben? Ja, daar willen we het graag nu over hebben. Want op de lange termijn zijn er ook veel effecten te zien. Allereerst de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. We zien nu al nulurencontracten, ZZP-werk, banen die enorm conjunctuurgevoelig zijn. Is onze generatie nog wel opgewassen tegen economische crisis? Oh ja, jongens, kom op, hoopvol blijven. Eén ding uit die coronacrisis is ook waar ik hoopvol over ben. Wat nu wel in Den Haag geland is. Hè, er liggen al klaar allemaal rapporten van de WRR, van de commissie Borslap over de modernisering van de arbeidsmarkt, waarbij je flex minder onzeker maakt en vast minder duur en risicovol voor werkgevers, zodat dat gat tussen die twee minder wordt. En die modernisering van de arbeidsmarkt hebben jullie jongeren nodig, want anders stapten jullie allemaal onder in die onzekere flexibele schil. En als die minder onzeker wordt, dan is dat ook in jullie voordeel. Dus ik hoop van harte. En ja, laat dat ook een beetje optimisme zijn. Maar ik merk ook in mijn Haagse contacten dat er meer draagvlak is voor die modernisering. Dat daar nu eindelijk niet alleen gekletst wordt, maar ook wat wordt gedaan. En ik hoop dat dat weldra wordt opgepakt. En dan, als die arbeidsmarkt gemoderniseerd wordt, als er meer leerbudgetten juist voor jullie komen. Want jullie hebben nu een halfbakken opleiding, sorry dat ik het zo zeg, krijgen jullie nu. Dus ik zou het heel mooi vinden als jullie als gebaar van de overheid, de jongere generatie, eigenlijk iedereen in de beroepsbevolking, een individuele leerrekening krijgen waarmee je gewoon om de zoveel tijd weer eens een college kan volgen, weer eens een training kan doen, weer je vaardigheden kan aanscherpen. En ik vind dat jongeren die in de coronatijd afstandsonderwijs hebben gehad, wat extra op die rekening moeten krijgen om goed te maken voor het collegegeld dat jullie wel betaald hebben, maar het inferieure onderwijs dat jullie nu genieten. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ga daar zelf ook voor op de barricades, dames en heren die misschien ook kijken. Want dat is wat jullie, vind ik, waar je een prima ticket hebt om dat te kunnen zeggen. Ja. Dus modernisering van de arbeidsmarkt, individuele leerbudgetten, voor jullie wat extra erbij. U had het net ook al over dat wij straks de arbeidsmarkt binnenkomen in tijden van een recessie. Dus we hebben het al over het verkleinen van dat gat. Maar
Ja, weet je, ik denk dat het onbetwistbaar is dat wij straks misschien wel worden gezien als de corona-generatie van studenten. Die dus inderdaad minder werkervaring, minder studieervaring hebben opgedaan door corona. Dus bent u niet bang dat wij straks een generatie worden met überhaupt heel veel werkloosheid? Misschien wel de grootste werkloosheid sinds de Tweede Wereldoorlog, om maar een hypothetische... Nee. Jongens, jullie moeten in één ding, meisjes dan in dit geval, moet je in één ding echt even rijk prijzen. Mijn AOW-gerechtigde leeftijd ligt ongeveer in 2040, denk ik. Niet dat ik dan met pensioen ga, maar dat is zo. En in 2040 is het, zo je wilt, hoogtepunt of dieptepunt, maar net hoe je kijkt, van de vergrijzing. Dan zijn er maar 2 werkenden op elke AOW-gerechtigde. Vanaf nu, naar 2040, neemt die verhouding, wordt steeds positiever voor de werkenden, voor jullie. Er gaat dus een enorme krapte op de arbeidsmarkt ontstaan, waar jullie nu niet even, als je net van je studie komt, meteen voordeel bij hebt, want dan is er nog werkloosheid en een tekort aan banen. Maar dat gaat draaien. Dus dit zal niet decennia lang, zal die recessie jullie achtervolgen. Wel denk ik in je loonontwikkeling, omdat je minder snel stappen kunt maken, omdat je die stage nu niet gelopen hebt, die je normaal kunt verzilveren bij je startsalaris, nou, enzovoort. Omdat je op afstand ook moet werken. En dan heb je gewoon minder rendement op die eerste werkjaren. Dus dat speelt jullie allemaal parten. Maar je baankans gaat op een goed moment weer ten goede keren in die krapte op de arbeidsmarkt. Wat jullie veel meer op lange termijn, als ik een bruggetje mag maken, parten gaat spelen, jullie generatie, is de oplopende staatsschuld. Ja, daar wilden we het inderdaad ook net over hebben. Want ja, we zien dat je eigenlijk zonder vaste baan, stel je voor, werkloosheid gaat omhoog. Dat het eigenlijk steeds moeilijk wordt om een hypotheek en daardoor dus ook een koophuis, dat je dat eigenlijk wel kan vergeten. En als je daar dus ook nog eens een hoge studieschuld bij optelt, wordt het natuurlijk nog moeilijker. En daarom wilden we eigenlijk ook het nu hebben over de staatsschuld. In hoeverre gaat de door corona verhoogde staatsschuld ons problemen veroorzaken op de lange termijn? Je raakt nu een paar dingen aan waar ik toch even, dan kom ik zo bij de staatsschuld. Ja. Die hogere studieschuld, die inderdaad een drempel kan zijn bij het krijgen van een hypotheek. Denk dan ook na, lieve studenten, of je die schuld wel wilt aangaan. Ik weet dat dat een moeilijke vraag is nu juist heel veel bijbaantjes zijn verdwenen. Maar ik vind het gemak waarmee die schuld wordt aangegaan. Ach, de rente is zo laag. Ach, het is zo makkelijk om te vragen. Ik heb er eens vorige week, geloof ik, met studenten van de Hogeschool van Amsterdam overigens, een stuk geschreven in de Volkskrant dat er toch een drempel in dat leensysteem moet komen. Want nu, heel veel studenten die een schuld aangaan, weten niet wat de gevolgen op langere termijn zijn. En inderdaad, ik ben ook bankier. Rücksichtloos wordt die studieschuld meegewogen, hè, als je een hypotheek aanvraag doet. Dus denk na, heb ik die schuld echt nodig? Dat is mijn eerste, dat kan je zelf doen. Tweede wat je zelf kan doen, zit je nu in een studierichting, en dat kan je heel makkelijk opzoeken, waarbij de kans op een baan gewoon niet zo groot is, ga dan niet de arbeidsmarkt op, maar doe even een extra jaar waarin je vaardigheden jezelf aanleert en kennis die wel erg gewild zijn op de arbeidsmarkt. En er zijn grote tekortberoepen. Kijk maar bij het UWV. Alles wat met IT en data te maken heeft, met programmeren, heeft grote tekorten. De energietransitie vraagt heel erg veel denkkracht, maar ook handjes. Ik geef toe, handjes is normaal niet wat we aan de universiteit afleveren. Maar we hebben ook knappe koppen nodig die hele systeemwijziging van de energietransitie aanzetten. Dus kijk gewoon daar waar er wel banen zijn en dat kan je zelf doen. Hè? En dan is dat leerbudget hopelijk genoeg voor je om nog om te scholen zonder studieschuld. En dat je straks wel die woning kan kopen als er überhaupt zijn. Dat is ook een aanbodprobleem. Maar dat heeft een ander probleem. Dan die staatsschuld. Ja, die loopt op. Om de goede redenen. Dus dat wij nu, over het beleid overigens, dat coronabeleid, die beperkende maatregelen wil ik graag zo nog hebben. Want daar vind ik niet altijd even intelligent. Ja. Maar dat je als gevolg daarvan de bedrijven die in moeilijkheden komen stut en steunt, dat snap ik. En dat daardoor de staatsschuld oploopt, denk ik ook dat dat eigenlijk gewoon in het belang van ons allemaal is. Alleen, wie betaalt de prijs daarvan? De toekomstige generaties, jullie, maar ook degene die nog niet eens geboren zijn. Want er is dan minder geld over om te investeren in zorg, in onderwijs, in bijvoorbeeld rechtspraak, in politie, in weet ik veel, allerlei van dat soort publieke instituties die ons zo ongelooflijk gelukkig maken in Nederland. Ja. En daar is minder geld voor. En dat is waar ik me zorgen over maak.
U zei ook al bij uw interview met BNR, verwees u naar het ROC aan de overkant, waar er dus heel veel mensen opgeleid worden voor banen die binnenkort gaan wegvallen. En als we dus ook al kijken naar wat u nu net zei over de staatsschuld, dat wij daar de prijs voor gaan betalen. Wat is de meest duurzame oplossing vanuit de overheid om ervoor te zorgen dat wij niet de generatie zijn die gaat betalen voor deze pandemie? Nou, die mbo'ers even genomen. Zij kunnen de helden van de energietransitie worden. Als we uit het Wiebes en Wopke-fonds, weten jullie wel, dat groeifonds. Als daar de gezamenlijke energiebedrijven, en dan bedoel ik met name de netbeheerders, alle ROC's, maar ook misschien universiteiten en hbo-instellingen en de overheid een deal maken die bekostigen uit dat wat ik dan Wiebke-fonds noem. En daar een omscholingsfonds maken voor iedereen die nu zijn baan heeft verloren, maar zijn handen uit de mouw wil steken, zijn denkkracht aan wil zetten om zonnepanelen, om windparken, om het hele stelsel verandering voor die energietransitie nodig is, om die uit te denken en uit te voeren, dan help je een generatie en zet je ze voor de toekomstvastheid van Nederland en dus ook hun toekomst goed in. Nou, dat is een heel fijne oplossing of een fijn vooruitzicht. We willen eigenlijk wat dieper ingaan over waar u net al over begon, de coronamaatregelen. En dan vooral de impact die dat heeft op jongere generaties. Dus wij dragen straks de economische schade als gevolg van maatregelen die eigenlijk maar een kleine, vaak oudere groep beschermen. Daarbij zien we ook in de media toch een bepaalde mate van demonisering van jongeren. Die worden weggezet als bijvoorbeeld coronazondaars. Creëren we met deze twee aspecten niet een soort intergenerationeel conflict, wat eigenlijk bijdraagt aan het verkleinen van het draagvlak van deze maatregelen? Dat zeg je helemaal correct. En ik heb het ook al aan den lijve ondervonden, want ik ben wel eens bij een talkshow of op televisie, op de radio. En elke keer als ik dan vraag om rationeel beleid, in plaats van beleid dat met name om politieke redenen wordt gevoerd, dan je wil niet weten wat voor mails ik krijg, wat voor haatmail, wat voor, nou, soms wel bedreigend zelfs, maar ook hoe sommige presentatoren in een bubbel leven waarin ze gewoon niet toestaan dat je even de ratio aanzet. Maar wat is dan die ratio? Ik begrijp heel goed dat jongeren zich niet gekend voelen en niet herkennen in dit beleid. Want hoe is het belang van een student of van een middelbare scholier of van een net startende op de arbeidsmarkt meegenomen in dit beleid? Het gevoel dat heel veel van jullie generatiegenoten hebben is dat het gewicht aan die effecten, dat politiek aan die effecten wordt gehangen, nul is. Wat doet dat met het draagvlak? Dan denk je, hey, zij geven niks om ons. Ik ga mij ook niet aan al die maatregelen houden. Ondertussen heb je al heel veel van je gedrag aangepast omdat je niet anders kan. Je hebt afstandsonderwijs. Jij hebt je baan verloren. Je hebt je kamer op moeten geven. Je hebt dus je gedrag noodgedwongen al heel erg aangepast op dingen die je veel pijn doen. En dan dat extra stapje dat in de media wordt uitvergroot, het uitgaansleven, het sociale leven. Daar inderdaad doen niet alle jongeren misschien wat van ze gevraagd wordt. De reactie is dan om nog strikter beleid te maken. Weer niet te laten zien hoe de effecten op jongeren of andere groepen die een hoge prijs betalen, eenzame ouderen in verpleeghuizen bijvoorbeeld, wat dat doet met het draagvlak. En mijn hypothese is dat het draagvlak is al niet zo hoog. Als je dan ook jongeren nog niet kent in het nieuwe beleid, dan wordt het nog strikter, omdat als het draagvlak nul is, de gedragseffecten onvoldoende zijn, dus niet effectief is, ga je nog strikter beleid, is er nog minder draagvlak, nog minder effecten op de zorgcapaciteit enzovoort, nog strikter. Nou, kom je in een negatieve beleidsspiraal. En het enige dat dat kan doorbreken is een transparant en expliciet afwegingskader waarin lange en korte termijn effecten van al die verschillende maatregelen op verschillende groepen, van jong tot oud, van werkend tot niet werkend, van huidige generaties tot toekomstige generaties, in beeld worden gebracht. Niet misschien tot achter de komma, maar tenminste met plussen en minnen, zodat voor de burger transparant wordt gemaakt, dit zijn de effecten. Politiek, welk gewicht hang je daaraan? Hoe neem je mijn belang mee? En dan, als mensen zich op zo'n wijze gekend en herkend voelen, dan pas kan draagvlak ontstaan en dan pas raken we uit die negatieve spiraal. Ja, zeker, we willen eigenlijk ook
iets dieper ingaan op andere lange termijn effecten naast economische effecten die dit heeft op jongeren. En dit is wat we eigenlijk heel veel zien, is dat de nadruk heel erg ligt op IC-bedden. En vanuit virologen dit eigenlijk bijna een beetje heel intens benaderen van de COVID-crisis in één kader. Maar bijvoorbeeld de mentale gezondheid van jongeren en eigenlijk jong en oud, dat lijkt nu heel erg onder deze maatregelen. En daar is niet echt ruimte voor. Ik bedoel, jongeren zijn eenzaam. En heeft u daar een soort advies voor de overheid om qua investeren? Nou, dat is ook dit afwegingskader, want dat is, jullie zijn economen, dus ik mag dit woord gebruiken. Een maatschappelijk kostenbatenanalytisch afwegingskader. Nu, in het politiek domein en ook in de media, is er maar één effect. En dat is het aantal gewonnen, gezonde levensjaren voor de mensen die anders aan corona zouden doodgaan. Ja. Dus dat zijn kwalies, dat noem je zo, hè? Kwalies met een Q. Gezonde, gewonnen levensjaren. Dat is het enige waar we naar kijken. En ja, afgeleider daarvan zijn dat reproductiegetal, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal besmettingen, IC-capaciteit enzovoort. Alleen maar coronazorg. Terwijl een keuze voor een coronapatiënt is een keuze niet voor een niet-coronapatiënt. Dus zelfs binnen de gezondheidszorg, als je niet breder wil denken dan alleen gezondheidszorg, is het al, en economie is een verdelingswetenschap, een allocatiewetenschap, schaarste, nou die hebben we nu. En deze econoom, maar heel veel economen zeggen, hallo, je kijkt alleen maar naar de effecten voor coronapatiënten. Alleen binnen de gezondheidszorg al, je hebt kankerpatiënten, waarvan er velen nu niet een bevolkingsonderzoek hebben gehad, veel minder diagnoses zijn gesteld, behandelingen zijn uitgesteld. Hoeveel kwalies missen we daar wel niet? Hartpatiënten, diabetespatiënten, operaties die zijn uitgesteld. De inschatting van een Das Gupta, dat is een onderzoeksbureau, is dat dat duizenden keer meer kwalies zijn die we daar op lange termijn verliezen, dan dat we winnen aan kwalies voor die coronapatiënten, want dat zijn vaak mensen die overlijden, die al wat ouder zijn en dus minder toekomstige levensjaren überhaupt nog gered kunnen worden. Dus dat is alleen al de gezondheidszorg in dat afwegingskader. Corona, maar ook zeker niet-coronapatiënten. Dan heb je maatschappelijke effecten, dingen die je niet zo makkelijk in geld uitdrukt. Wat doet dat thuiswerken met mensen in onveilige situaties? Kinderen die in kansarme wijken wonen, geen wifi of laptop hebben, maar wel afstandsonderwijs moeten volgen. Studenten, hebben we het al over gehad. Wat dacht je van de mentale gezondheid van heel veel groepen? De eenzaamheid voor mensen in een verpleeghuis. Nou, of mensen die langdurig werkloos worden. Weet je wat daar voor gezondheidseffect zit? Allemaal maatschappelijke effecten. Dan heb je de financieel-economische aspecten. Werkloosheid, staatsschuld, minder economische groei, nou, enzovoort, enzovoort. Al dat soort dingen moeten in zo'n afwegingskader. En pas als je op zo'n brede manier, expliciet en transparant, al die effecten toekent naar bepaalde groepen en er dan een politiek gewicht, dat kan ik als econoom niet. Ik kan niet zeggen welke groep belangrijker is. Ik ben niet democratisch gekozen. Ik heb een opinie, maar die doet er niet toe. Dan moet de politiek daar gewicht aan hangen. En dan hebben we een volwassen beleidsdebat. Maar waarom is bijvoorbeeld nooit doorgerekend? Waarom een 60-min-economie niet, die zou misschien wel heel goed uit zo'n afwegingskader komen. Maar omdat we niet breed in zo'n afwegingskader denken, hebben we het alleen maar over lockdown. Ja. Hebben we het alleen maar over IC-capaciteit. Ja, u heeft het nu al over een 60-min-economie. En dat is eigenlijk waar we het nu even over zouden willen hebben. Want u gaf al uw mening over de korte termijnvisie van het beleid. Dus laten we het dan nu hebben over langetermijnoplossingen. Er zijn al verschillende ideeën voor maatregelen waarin kwetsbare groepen worden gescheiden van jongeren die misschien wat minder last hebben van het virus medisch gezien. Bijvoorbeeld via een 60-min-economie. Wat vindt u van dit idee? Ja, ik vind dat in ieder geval een idee dat we moeten onderzoeken. Ja. Ik heb dat nu alleen maar in een paar onderzoeken gezien. Hè, en ik vind dat smaakt naar meer. Dat moeten we gewoon in zo'n breed afwegingskader zetten. En of het nou 60-min of hè, dat je nog meer schakeringen moet waken, waarbij je naar 40-min, 65-min en die twee dingen, want dat kan zijn. Maar ik vind het idee zeer de moeite waard om te doordenken. Zeker nu we ook. Kijk, die eerste golf was een andere. Toen was er nog paniek, toen hadden we geen idee. En die eerste 3 weken was zelfs jullie generatie wel enigszins onder de indruk. Dat kan ik van dichtbij vertellen. Maar langzamerhand denk je ook, nou ja, zeg, kom op, wat moet ik hiermee? Jeetje, wat loop ik in schade op? Waar is de balans?
In de zomer hadden we een relatief rustige periode. Toen hadden we dat allemaal moeten ontwikkelen. Hadden we dit afwegingskader moeten bouwen. Ja. Hadden we dit soort dingen moeten doorrekenen van 60 min of 40 min. Maakt mij, hè, doel. En dat hebben we niet gedaan. En ik vind dus dat we dat alsnog moeten doen. Zeker nu het vaccin eraan lijkt te komen. En we ook weer moeten nadenken, hoe gaan we langzamerhand die maatschappij weer vrijgeven? In welke volgorde doen we dit? Dus helaas kunnen we het misschien nu niet meer doen voor die tweede lockdown. Maar laat het dan voor een slimme weg uit deze coronatijd zijn. Wat gaan we als eerste opengooien? Wat gaan we daarna opengooien? Nou, om die gecontroleerde uitweg het perspectief ook aan mensen te geven. Ja, ja, ik denk dat dat inderdaad een hele mooie gedachte is. Op dit moment zijn wij van Room for Discussion bezig met het opzetten van een studentenstemwijzer. Waarin we alle partijleiders dezelfde vragen gaan stellen voor de verkiezingen. En omdat dit natuurlijk wel met beleid te maken heeft, waar we het nu over hebben, zijn we benieuwd naar wat is een vraag met dit interview in het achterhoofd u aan alle partijleiders zou willen stemmen. Of in ieder geval een vraag waarvan u denkt, dit zou aan alle partijleiders gesteld moeten worden met oog op de verkiezingen van 2021. Wat vindt u van een 60-min-economie? En wat zou het optimale antwoord op deze vraag zijn? Ik hoop dat ze dan zeggen, dat gaan we doorrekenen. En daar hebben we zoveel planbureaus voor. Die capaciteit, je moet eens weten hoeveel honderden mensen zitten te rekenen aan al het coronagedoe. En laat dat niet alleen bij het RIVM zijn, maar laat dat ook het planbureau voor de leefomgeving zijn. Ruimtelijk, regionaal. Laat dat ook het cultureel, sociaal en cultureel planbureau voor dingen als mentale gezondheid en ongezondheid. Maar ook het Centraal Planbureau meerekenen op economie. En zet die capaciteit in voor dit soort dingen. En doe het dan niet 60 min, maar een economie ergens met een leeftijdsgrens. Of niet eens alleen leeftijd. Het kan ook kwetsbaar of niet kwetsbaar. Misschien kunnen we die testcapaciteit voor inzetten. Stel je voor, je maakt testpaspoorten. En we zeggen, iedereen die negatief getest is, mag 2 weken vrij rondlopen. En dan word je weer getest, kan je weer een stempeltje halen. Digitaal uiteraard allemaal. Ja. Maar dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Overigens, heel goed dat jullie deze vraag stellen. Ik heb gepleit, niet alleen ik, maar onder andere ik, voor een jongerenparlement. Leden van 16 tot 25. Ik heb ook gepleit voor stemrecht voor 16, al vanaf 16. Dat gaat er helaas niet komen, maar dat jongerenparlement wel. En daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen, jongens, meisjes, sta op. Want ik mis de stem van jongeren. Ga niet in je eigen bubbel zitten ergens op social media waar geen één politicus meekijkt. Maar ga het debat aan. In hun bubbel. Hè? En ik merk nu, ik zat laatst bij Op1 tussen alleen maar virologen en artsen. Nou, ja. Ik werd helemaal weggebubbeld, ja. Zeg maar. Mijn afwegingskaders wilden er gewoon niet aan. Ja. Want zij waren alleen maar de post-corona, zeg maar. Terwijl ik zei, nee, je moet stretchen. Maar dat is ingewikkeld, want dan moet je ook ineens keuzes gaan maken tussen de ene potentiële doden en de andere. Ja, dat doet een politicus liever niet. Dus wat doet hij dan in de opinie? Die maakt het lekker eng. Die maakt, ik bedoel, eng in de zin van niet breed. Ja. Ja. En die doet net als de keuze alleen maar dat is. Corona redden of niet. Nee, het is corona redden of een ander redden of lange termijn effecten voorkomen. En die keuzes, ik graag denk ik met jullie na over de meest scherpe vraag die daarbij past. En het zou 60 min economie doorrekenen kunnen zijn. Maar laten we onszelf en gun jezelf ook even de tijd. Neem even de tijd om echt een hele scherpe vraag te stellen. Ja. Want je kunt deze vraag maar één keer stellen. Ja, nou ik hoop dat we dan nog samen kunnen werken daarvoor. Zeker. En het is Tuurlijk. Ook heel fijn. Nee, zet hem, mail er maar over, dat weet je. Komt goed, we houden contact. Het is heel fijn om te merken dat we mensen zoals u achter onze generatie hebben staan. En eigenlijk om dit interview af te sluiten, wilden we aan u vragen, want er kijken nu dus heel veel studenten, en die kijken dit zo ook terug. Wat zou je tegen deze groep willen zeggen om hun hart onder de riem te steken in deze lastige tijd? Ik snap dat je het gevoel hebt dat je het controle kwijt bent. Omdat er heel veel beleid wordt gevoerd waarbij jullie stem niet gehoord is. Maar je hebt controle over je leven, hoe beperkt ook. En dat is bijvoorbeeld, weet waar je goed in bent. Hè? Weet dat echt. En probeer een opleiding, eventueel een extra jaar te doen, want de arbeidsmarkt is guur. Waarbij je die vaardigheden nog beter maakt en op een terrein waar werk is. Kijk daar alsjeblieft beter naar dan je normaal gesproken zou doen. En weet, er is licht aan het einde van de tunnel.
Er komt ook weer een post-coronatijd en probeer je daar nu vast op voor te bereiden. Probeer niet alleen maar aan die ellende van nu, maar ook aan straks te denken en probeer nu dan te investeren, je even niet tentamens vast te bijten, door te zetten, want dan heb je straks er alleen maar plezier van. Nou, wat een prachtige noot om het interview mee af te sluiten. Hartelijk dank voor uw participatie, mevrouw Baarsma. Ik heb heel veel geleerd. Ik kijk er naar uit om nog te sparren over goede, scherpe vragen aan alle politici. Ik zie het wel komen in de mail. Ik zeg hem op, hè? Oké. Dankjewel.